Ik word boos van die CDA meneer. Ik ben christen. Maar die meneer wil de wet handhaven. En hij beweert dat hij christen is. Ja, we staan nu in de Rudolf Dieselstraat. Helemaal gekraakt door We Are Here. En morgen is het 1 juni. Dan zouden ze er eigenlijk uit moeten. Maar ik zie ze nog niet echt aan het inpakken. Nee, ik heb begrepen dat ze nog een paar dagen extra is gegeven. Dus ze moeten er maandag uit zijn. Vind ik eigenlijk ook weer een slecht signaal. Ja, want de apart is de rechter zei 1 juni. Dan moeten jullie eruit zijn. Maar maandag gaat de gemeente pas een keer kijken. Ja, nou, vind ik dus inderdaad een heel slecht signaal. De nieuwe linkse coalitie heeft gezegd, er komt een 24-uursopvang. Zijn we daar blij mee? Nee, het is een heel slecht idee. Om meerdere redenen. We hebben daar een aantal keer over gehad. Maar kijk, we hebben het hier over mensen die zijn uitgeprocedeerd. En dat betekent dus dat de Nederlandse regering heeft bepaald dat mensen terug moeten naar land van herkomst. En ook dat ze in principe terug kunnen. Als dakloze in Amsterdam heb je geen 24-uursopvang. Als woningzoekende sta je 18 jaar op een wachtlijst in Amsterdam. En als uitgeprocedeerde asielzoeker kun je 24 uur lang terecht in een pand in Amsterdam. Exact, nou dat bedoel ik. En dan ook nog eens een keertje 500 plekken. Hè? En ik bedoel, ja, ik ben als de dood dat Amsterdam de magneet voor uitgeprocedeerde asielzoekers gaat worden. Luister, mensen hebben sowieso opvang door Den Haag. Den Haag vangt mensen op. Wij laten mensen niet op straat slapen in Nederland. Dat doen we niet. En als je dat niet wil, nou, dan heb je hier ook nog de bedbadbroodopvang. Dus we zijn al ongelooflijk humaan. Dat is, en, ja, en je moet een keer een grens trekken. Amsterdam had ze al een nachtopvang aangeboden, een oude gevangenis. Dat was het te min, dat wouden ze niet. Ja, nou ja, hé, kijk, dat bedoel ik. Hè. Dit is dus typisch een geval van slecht gedrag belonen. Hè. Dus nu een 24-uursopvang. Dus nu een 24-uursopvang. Stel nou, ze slaan dat ook af. Dat is nog niet genoeg. Ja, nou ja, dan weet ik het ook niet meer, zal ik maar zeggen. Nou ja, ik denk misschien dat we voor de jongens en dames een hotelletje kunnen openen. Ja, precies. Nou ja, dat bedoel ik. Dat zou helemaal mooi zijn. Roomservice. Dames van plezier. Hartstikke mooi. Parkeerplek erbij. Ja, precies. Dan moet je ze ook een auto doen, hè? Nou ja, ja, dat zal de volgende eis dan wel zijn, hè? Men weigert gewoon grenzen te trekken. Het is niet realistisch. Je weigert gewoon de realiteit onder de ogen te komen. En dat maar is ondermijnt. De buren zijn het helemaal niet mee eens hier. Wij leven hier in Amsterdam. De buren die zijn helemaal Amsterdam solidair met deze mensen, met de vluchtelingen. Je bent een devil, echt waar. Je bent de duivel. Ja, je bent van de CDA. Maar meneer, u komt er zo tussen. U bent boos van. Ik word boos van die CDA, meneer. Je bent christen. Die meneer wil de wet handhaven. En hij beweert dat hij christen is. Galiet is hier de chef. Hallo Galiet. Ik ben Dennis. Dit is meneer Bonsoor van het CDA. Diederik bij ons vandaag. Zo is dat. Galiet, we zijn hier in een diepe discussie. En eigenlijk is de vraag, gaan jullie maandag vertrekken? Wanneer gaan jullie vertrekken? Geen plan. Geen plan? Jullie moeten hier maandag weg zijn. Ja, inderdaad. En zijn jullie dan weg? Ja, inderdaad. En waar gaan jullie naartoe? Geen plan. Ben je niet heel blij met die 24-uursopvang? Dat is wat je wou, toch? Nee, ik ben blij als ik vrij ben. Ja, maar je bent vrij, man. Nee, echt niet vrij. 24-uursopvang is uiteindelijk ook geen oplossing. Er is één oplossing en dat is terug naar land van herkomst. Maar ook dat is ook geen oplossing, dat ik zie het. Maar wat is dan wel de oplossing? De oplossing, onze vrijheid. Nou, wat mij betreft kunnen ze naar de landelijke opvang. En kunnen ze zich daar melden en zeggen, goh, dienst terugkeer en vertrek. En dan kunnen ze daar worden geholpen om terug te keren naar land van herkomst. Dan is er een kans dat zij terug moeten. Ja, die is er ook, want ze zijn uitgeprocedeerd. Maar of als die er niet is, als ze inderdaad kunnen aantonen dat ze echt niet terug kunnen. Dan hoop ik dat ze een verblijfsvergunning krijgen. En dan kunnen ze alsnog hier wellicht tijdelijk verblijven. Nou, Galiet, dat is dus de oplossing. Ga je daar naartoe? Gaan jullie daar naartoe? Nee, ik ga daar niet. Zeg, ik heb nog één belangrijke vraag, die is niet beantwoord. Oké. Waar gaan jullie maandag heen? Dat weet jij donders goed. Echt geen... Galiet, jij bent een slimme jongen. Jij gaat niet op straat rondjes lopen. Jij weet al lang waar je naartoe gaat. Nee, echt serieus. Ik ga naar de straat. Ik heb geen plan. Ga je weer kraken? Nee, echt. Ik heb geen plan. Ga je weer kraken? Ik heb geen plan. Ga je weer iets kraken? Ik heb geen plan. Gaan jullie... Sluit je uit dat jullie weer iets gaan kraken? Nee, wij gaan naar de straat en wij vragen de overheid om goede oplossingen. En weet je wat ik denk? Ik denk dat ik gewoon met jullie mee ga kijken waar jullie naartoe gaan maandag. Ja, zoals jullie willen. Je bent altijd welkom. Ik kan met jullie mee. Ja. En dan gaan we kijken of jullie echt rondjes gaan lopen of dat jullie gaan kraken. Dan gaan we gewoon kijken. Kijk, je bent altijd welkom. Tot maandag. Hey. Tot maandag, Galiet. Okay.